We gaan nu naar het eiland, want op het eilandje zit een gans te broeden. En we kunnen daar alleen maar komen met een bootje. Het waterpark zou kunnen, maar dan gaan we een kopje onder. Hier zit een bebroednest van een boerengans. Daar zit een bebroednest van een nijlgans. Eieren zijn net gelegd, gansjes zijn net aan het broeden. Dan gaan we dus de eieren gaan we merken. We laten 5 eieren per nest liggen. Die merken we. We laten 1 ei per nest in dit geval uitkomen. Zetten we dus de datum op het ei. En we zetten dus een kruis op het ei. Dan weten we dus dat we die eieren gaan dompelen. En het 5e ei, wat dus uit gaat komen, daar maken we dus een rondje op. Dus dan weten we dus, soms doen we nog eventjes zo, hopla, een beetje haartjes. En dan zetten we ook hier de datum op. Deze eieren die liggen nu in de maïskiemolie. Maïskiemolie is een ecologisch product. Dat smeert de poriën van het ei dicht. Daardoor kan er geen zuurstof bij het ei komen. En wat belangrijk is dat je dat doet zodra het gansje gaat broeden. Dus niet wachten. Op het moment dat je wacht zit er dus een embryo in het ei. En dan ben je dus gewoon kuikens aan het doden. En dat willen we dus absoluut niet. En dit eitje gaat dan uitkomen. Die kan er gewoon weer tussen. Mama komt straks hier weer terug. En dit voorkomt een hele hoop dierenleed. Want in Nederland worden helaas nog steeds op jaarbasis duizenden ganzen vergast. Wat we dus doen is op deze manier laten we 1 of 2 kuikens per nest afhankelijk van de grootte van de groep uitkomen. Dat de moeder gewoon moeder is. Hey, die gansjes. Hey, mooie mannen en vrouwen. Hallo. Mooi die vlek boven het hoofd hebben, dat vrouwtje. Zie je dat? Heel leuk gansje. Heel gezellig. Ja, ik wil eerst de ganzen even tellen. Er zitten hier nu 17 op dit moment op deze locatie. Stel dat die volgend jaar 47 zitten, dan is er overlast en dan moeten ze worden weggevangen. En juist dat willen we nou voorkomen. Welkom op onze prachtig terrein van Stichting Akka's Ganzenparadijs. Veel ganzen komen echt binnen gewoon met hun eigen verhaal. Omdat ze of bijvoorbeeld heel slecht werden gehouden bij mensen, aangereden zijn. Omdat ze ergens gered zijn. En op het moment dat ze binnenkomen, krijgen ze meteen een naam. Wil je eerst al een beetje eten? Hey? Kom maar kijken. Kom maar kijken. Ga je mee? Kom maar, allemaal mee. Allemaal mee. Net als wij mensen, zeg maar, deze dieren zijn voor ons geen nummers. En je praat met de ganzen en de dieren. Ja. Maar wat zeggen ze terug? Nou, als we dat eens zouden weten. Hè? Dit zijn natuurlijk geen wilde dieren. Dat werkt anders. Hè? Stel dat we met de dierenambulance een gewond reetje ophalen. Daar praat je dus absoluut niet tegen. Maar dit zijn dieren die hier wonen. En daar maken we contact mee. Dus ja, daar praat je mee. De vraag is, wat zeggen ze terug? Ik heb geen idee. Ik wou dat ik het kon verstaan. Als wij de dieren zouden verstaan en we zouden hun behoeftes begrijpen, dan zouden we anders met dieren omgaan. Kijk eens naar de bio-industrie, kijk eens naar de vleesindustrie, kijk eens naar hoe wij met dieren in het algemeen omgaan. Dan zouden wij op een hele andere manier dieren verstaan en dieren begrijpen. En proberen te voorzien in hun behoeftes, in datgene wat ze echt nodig hebben. Je hebt natuurlijk een hele hoop ganzen gehad die regionale bekendheden geworden zijn omdat ze ergens overlast veroorzaakte in Horen op de dijk, in Rotterdam de terrorgans en gans Niels. Ja, gans Niels zit hier. Die loopt hier, dat is de grote witte gans die we daar zien lopen. Hij zat dus in Maasbree, dat is in Limburg, zat hij in zijn eentje bij een rotonde tegen een lantaarnpaal te praten, want zijn partner was overleden. En de lantaarnpaal was zijn partner daar geworden? Daar zag hij zichzelf in. Oh, en dat is zo sneu. Kijkend naar dierenwelzijn wil je niet dat een gans alleen zit. Gans Niels maakt het ontzettend goed, want hij heeft een hele leuke groep, een hele leuke familie om hem heen. Verliefd geworden op een man, dus ook dat, hè, dus dat kan hier ook gewoon. En hij loopt nu met een prachtige knobbelgans, die heel sierlijk loopt zoals je kijkt. Hè, heel sierlijk zijn nek zo naar beneden. Die maakt hem echt het hof. Hallo. Is dit nou dezelfde Triezin? Jawel, dit is exact dezelfde Triezin. Alleen dan in uniform, want we gaan nu een rit maken op de dierenambulance. En je bent niet alleen chauffeur, je bent ook nog eens leidinggevende van een heleboel mensen. Jawel, ik ben uiteindelijk de eindverantwoordelijke van de groep mensen. En ik moet zeggen, ik chauffeur niet zo heel veel.
Alleen bij extreme spoedgevallen. Maar ik ben wel vrijwillig directeur van de hele organisatie. Jij zegt, ik moet naar de extreme gevallen. Daar gaan we nu niet heen, want dat kan gewoon niet. Maar waar moet ik dan aan denken? Nou ja, in beslagnames, grootschalige incidenten. Zoals bijvoorbeeld een grote brand of een ernstig ongeval op een snelweg. Of anderzijds incidenten waarbij een grotere inzet gepleegd moet worden dan alleen maar de inzet van één dierenambulance. En soms zul je dus dieren uit hun lijden moeten verlossen. Ja, dat klopt. Dat klopt. Strookt dat dan? Kan dat in je hoofd? En op het moment dat je een dier binnenkrijgt en het dier lijdt, dan zou je kunnen zeggen in de wet van karma, we laten het dier dan gaan, want dit is het karma van het dier. En we proberen het leed zo min mogelijk te maken. Dus we proberen het zoveel mogelijk te verzachten. Als dat uiteindelijk inhoudt dat mijn karma daarmee wordt geschaad, dan is dat zo.